welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik laten zien hoe je make-up goed kan blijven onder een masker. Ik ben een beetje laat met deze video. We dragen nou echt al een half jaar maskers of zo. Maar ik had altijd iets van hier is het niet verplicht. En hier droeg in het begin echt niemand het. Dus ik dacht ja, het heeft niet echt nut om zo'n video te maken. Maar ik begin te merken dat nu het steeds meer begint te komen. Steeds meer mensen zijn vrijwillig maskers op aan het doen. En ik denk dat ook binnenkort het verplicht gaat worden. Het is nu nog niet verplicht. Tenminste, als ik deze video maak, is het nog niet verplicht. Maar ik heb zo'n gevoel dat het verplicht gaat worden. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga even een videootje maken hoe je make-up goed kan blijven onder een masker. Ik denk dat heel veel mensen wel behoefte hebben aan zo'n video. Want ondanks dat veel mensen een masker dragen, willen heel veel mensen ook gewoon nog make-up op. En een masker is echt vreselijk veel make-up. Het haalt echt heel je make-up eraf. En dat is gewoon niet wat je wilt. Dus vandaar dat ik vandaag deze video maak. Vind je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, voordat ik van start ga met de video, wil ik toch even vertellen dat het beste is om geen make-up te dragen onder een masker. Dus als de mogelijkheid er is, draag dan gewoon geen make-up onder een masker. Het is ook niet heel hygiënisch. Heel veel mensen krijgen ook zo hier uitslag door al die make-up die helemaal zo opgehoopt en gepropt zit in dat masker. Dus het is niet heel erg goed voor je huid. Dus als het kan, probeer gewoon om geen make-up te dragen. Als je al weet dat je een masker op gaat doen de hele dag. Maar er zijn alsnog gewoon een heleboel mensen die gewoon make-up willen dragen. Ik ben ook zo'n persoon. Dus voor jullie maak ik deze video. Ik ga vandaag beginnen met de gezichtsmake-up. En wat ik als eerste al gelijk wil vertellen is: gebruik make-up producten die long wear zijn. Overal waar ook maar iets op staat van long wear, langhoudend, 24 uur, bla bla. Al die producten moet je gebruiken. Want die blijven gewoon beter zitten. Die blijven niet alleen langer zitten, maar ook beter onder een masker, omdat die gewoon beter vastplakken op je gezicht. Ik ga beginnen met het primen van mijn gezicht en ik gebruik mijn NYX Dual Me Up Primer. Deze gaat ervoor zorgen dat de make-up beter blijft plakken aan mijn gezicht. En dan lekker insmeren over mijn hele gezicht. Mensen, ik ben zo bleekjes. Onze badkamer is echt al 4 weken of zo kapot. Dus we hebben al 4 weken geen douche. Dus elke dag ga ik bij iemand anders in de douche. Dus ik kan niet echt zelf bruinen nu, want dat is nou een beetje een gedoe. Dus ik ben weer lekker bleekjes. De badkamer wordt morgen gemaakt. Dus over ongeveer 3 dagen kan ik weer gewoon hier in een douche. I cannot wait. De foundation die ik ga gebruiken is de Maybelline 24 Hour Stay Foundation. Dit is ook een matte foundation. Ik raad ook echt een matte foundation aan. Gebruik niks wat glanzend is. Want alles wat glanst gaat gewoon afgeven op je masker. En dat wil je niet. Dus long wear en mat. Daar is deze foundation echt perfect voor. Want hij blijft echt super goed zitten. En hij is ook super mat. En heeft een volledige dekking. Ik heb hem in de kleur 34 Soft Bronze. Ik weet niet of deze kleur hier te koop is. Ik heb hem gekocht in Spanje. Dus dat weet ik niet, maar misschien online of zo. Ik ga niet cream contouren. Blijf een beetje weg van alles wat cream is, alles wat crème is. Want dat verschuift gewoon heel erg snel. Dus ik hou vandaag vooral van poeder. Ik ga wel concealer aanbrengen. Ik gebruik de NYX Can't Stop One Stop Concealer in de kleur vanilla. Toch vanilla? Oh nee, natural. Dit is helemaal niet de kleur vanilla. Ik weet niet hoe ik daarbij kom. Dit is de kleur natural. Ook weer hier een matte concealer met een volledige dekking. Heel belangrijk. Want je masker stopt ook ongeveer hier zo. En dan gaat hij zo hier allemaal trekken en zo. En dat is precies waar je concealer zit. Dus het is ook heel belangrijk dat je een goede concealer gebruikt. Die goed en lang blijft zitten. Oké, nu de foundation en concealer zijn aangebracht, ga ik alles vastlokken met poeder. Ik gebruik mijn Coty Airspan poeder. Dit is de extra dekking poeder. Dus niet de normale, maar die extra dekking. Deze heeft een matte finish. Echt super mat. Maakt je gezicht echt heel erg mat. En heeft een volledige dekking. En gaat er echt voor zorgen dat alles wat ik nou op mijn gezicht heb gesmeerd, goed gelokt gaat zijn op mijn huid. En goed blijft zitten. Dus poeder is echt cruciaal. En deze poeder vind ik daar echt ideaal voor. Let wel op, deze poeder heeft flashback. Dus als je weet dat je foto's gaat maken met flits, breng dan deze poeder vooral niet aan. Al moet ik zeggen dat ik hem wel een keer heb gebruikt terwijl ik foto's ging maken. En ik had niet echt heel veel flashback. Dus af en toe wel, af en toe niet. Heel erg raar. Oké, met de poeder ga ik bakken. Overal waar ik concealer heb aangebracht. Baking, bakken houdt in dat je daar extra veel poeder aanbrengt. Dus dat doe ik op alle plekken waar die concealer zit. En dan over de rest van mijn gezicht ga ik ook nog een beetje met poeder in. Met wat gewoon nog op dit... Hoe heet het? Dit dingetje zit. Kijk,
nou heb ik het op alle plekken gebracht waar ik concealer heb gedaan. En dan met het poeder wat nog een beetje hierop zit, ga ik over de rest van mijn gezicht. Als je een vettige huid hebt, laat dan de poeder even zitten. Als je een droge of normale huid hebt als mij, haal dan de poeder er weer gewoon gelijk vanaf. Anders wordt je huid weer te droog. En dat is ook weer niet de bedoeling. Ik heb ook een hele video gemaakt die gaat over hoe je je make-up 24 uur lang goed kunt laten zitten. Dus als je daar benieuwd naar bent, die video staat al online op mijn kanaal. En daar vertel ik echt uitgebreid hoe je ervoor kunt zorgen dat je make-up echt super lang goed blijft zitten. Zo, ik ben nou echt super duper mat. Dan ga ik ook poeder contouren met mijn Kat Von D Shade & Light paletje in de kleur Deep. Ik gebruik deze kleur. En daarmee ga ik bij mijn neus contouren en bij mijn wangen. Dit is echt een hele extra stap die niet hoeft, maar ik doe dit gewoon echt altijd. En dan pak ik ook nog mijn Essence Brighten Up Banana Poeder en die ga ik nog hier zo extra aanbrengen om het goed te verlichten en nog extra te dekken. Dit doe ik altijd. En dan ga ik in met mijn Max & More Fixing Spray. Ik heb al 100 keer verteld, super super goede fixing spray. Deze gebruik ik om alles extra goed te lokken en dat alles een beetje wordt gehydrateerd en niet meer zo poederig eruit ziet. By the way, ik heb het al in één video verteld, maar voor de mensen die het hebben gemist, iedereen weet hoe geweldig ik deze spray vind. Heel veel mensen hebben hem ook al gehaald door mij, maar een van jullie had mij erop geattendeerd dat het tweede ingrediënt alcohol is. En als het tweede ingrediënt alcohol is, dan zit er dus heel veel alcohol in. Alcohol is niet echt een heel goed ingrediënt voor mensen met acne, mensen die snel puisten hebben en dat soort dingen, want dat creëert gewoon meer puisten en dat soort dingen. Dat probleem heb ik niet. Ik heb een vrij egale huid, maar voor de mensen die dat dus wel hebben, haal deze spray dan vooral niet. Ik ga heel even stoppen met mijn gezicht en beginnen aan de ogen. Ogen kun je eigenlijk in principe mee doen wat je wilt. Dat is dan echt nog het enige wat je nog kunt zien. Alleen nog maar zo je ogen. Dus met je ogen kun je in principe alle uitgaan. Wel wil ik één ding te zeggen. Let op met je onderste wimperrand. Want maskers zitten af en toe zo hoog dat ze af en toe zo hier heel tijd gaan trekken. En dan gaat je hele onderste wimperrand eraan. Als je daar veel mascara doet, veel oogschaduw, whatever, dan gaat dat helemaal bewegen, helemaal smudgen. Dus als je je oogschaduw gaat doen, je kunt hier al uitgaan, breng hier aan wat je wilt, maar onderaan breng daar niet te veel aan. Ik gebruik vandaag mijn LA Girl Pro Artistry Palette. Heel fijn alledaags paletje en ik ga een best wel makkelijke look maken. Ik maak vandaag een beetje een makkelijke herfstlook, dus dat is ook weer leuk om te zien. En even kijken, ik ga beginnen met de bruine matte kleur hier. Met mijn Zoeva 228 Fluffy Cast ga ik die kleur aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Mijn achtergrond lijkt rood. Ik vind dat zo vervelend. Deze achtergronddoek die ik heb opgehangen, die is helemaal niet rood. Die is een beetje zo heel donker oranje. En ik vind het nou helemaal niet leuk dat hij op beeld rood lijkt. Zo annoying. Ik heb de belichting al veranderd en zo, maar hij blijft er gewoon rood uitzien. Dat verpest de hele ambiance die ik in mijn hoofd had. Oké, dan pak ik deze oranje matte kleur. En die kleur ga ik aanbrengen over mijn hele ooglid en mijn hele crease. Ik ga een beetje met die kleur een matte oranje soort van smoky eye maken. Ik gebruik hiervoor een platte fluffy gloss, ook van Zoeva 227. En dan gaat die eerst over mijn hele ooglid en dan blend ik het omhoog uit. En dan pak ik weer die 228 Fluffy Quast met die eerste kleur. Dan ga ik een beetje de randen blenden. Oké, nou hier is het dan helemaal oranje. Dan ga ik een heel klein beetje oranje aanbrengen op mijn onderste wimperrand. Maar echt maar een heel klein beetje. Niet zoveel als hoe ik normaal zou doen. Ik breng het alleen maar zo aan hier zo in de buitenste hoek. Echt gewoon dit, maar een heel klein beetje. That's it. Dan ga ik ook een hele mooie winged eyeliner maken met mijn NYX Matte Liquid Eyeliner. Voor mascara gebruik ik deze geweldige ELF mascara. Dit is de Keep Your Curl mascara. Deze mascara echt super goedkoop, super super goed. I love it. Deze ga ik aanbrengen. Ik ga hem ook aanbrengen op de onderste wimpers, maar ook weer nu maar een heel klein beetje. Normaal ga ik echt helemaal hem op mijn onderste wimpers super veel. Maar nou als dat masker dan allemaal daar gaat wrijven en trekken en zo, ja dan wordt het gewoon een mes. Dus ik breng maar een heel klein beetje aan daar. Als wimpers gebruik ik deze heel naturel 3D wimpers van de AliExpress. Zijn heel naturel, maar best wel lang.
Ik weet niet meer welke dit zijn, want ik heb ze gewoon random ooit van de AliExpress besteld. Deze ga ik even opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Wimpers zitten erop. Het is gewoon een hele makkelijke herfstlook, zoals je kunt zien. Mijn onderste wimpers heel minimaal. Echt maar een heel klein beetje oogschaduw. Heel klein beetje mascara. Veel minder dan hoe ik normaal zou doen. Dus let echt op met je onderste wimperrand. Nou ga ik mijn gezicht bronzen. Ik gebruik mijn Catrice Sun Glow Bronzer in de kleur Medium Bronze, nummer 30. Deze bronzer is zo... Het is een Sun Glow Bronzer, maar hij is gewoon mat. Deze bronzer is zo ontzettend mooi en zo fijn en zo betaalbaar. Niet te doen. Als blush gebruik ik deze Peach Blush van L'Oreal. Voor blush gebruik ik sowieso een matte blush. Blush vervaagt sowieso altijd snel of je nou een masker op hebt of niet. Dus gebruik een beetje een blush die niet te veel opvalt. Dus als die dan een beetje verdwijnt, dan valt het niet per se heel erg op. Als highlighter gebruik ik deze van Essence. Dit is de Choose Your Glow Highlighting Palette. Super fijn paletje, I love it. En ik gebruik hier de middelste kleur, die heet Major Glow. Oké, dan een extra stap die ik ga doen, omdat ik dus dit masker ga opdoen. Ik ga extra poeder aanbrengen hier zo op de randen waar een beetje zo dat masker komt. Kijk, dus hier zo allemaal ga ik een beetje extra baken. Dus ik pak weer mijn Cody Airspan poeder. Dan ga ik gewoon zo hier allemaal een beetje extra poeder aanbrengen. Ook op mijn neus, vooral de neus, want die is echt een probleemgebied. De neus is sowieso altijd een issue, of ik nou een masker draag of niet. Dus gewoon heel dit gebied doen we gewoon een beetje... extra poeder, kijk. En dan weer eraf halen. Oké, dan de lippen. Ik denk niet dat ik jullie nog hoef uit te leggen dat je geen gloss moet opdoen. Een lipgloss met een masker is gewoon niet te doen. Gaat er gelijk vanaf. Het gaat helemaal smudgen. Je gaat overal gloss krijgen over je hele gezicht. Doe het gewoon niet. Dus we gaan weer terug naar 2016. En we gaan weer naar de matte lippen. Ik gebruik als lippotloodje deze van Juvia's Place in de kleur So Rare. En dan Matte Liquid Lipstick van Pixi in samenwerking met Mariam. Maria Maquillage of zoiets. In de kleur Page Nude. Sweet Tea lippotse loodje is onderweg, jongens. Ik heb hem opnieuw besteld, dus hij is onderweg. Ik raad je ook gewoon echt aan om gewoon van nude te gaan. Just don't take any risk. Want als je voor een hele felle kleur gaat en hij blijft toch niet zo goed zitten, dan is weer heel je gezicht die kleur. Dus ga niet allemaal wild doen als je een masker opdoet. Doe gewoon een nude matte liquid lipstick op. En dan als laatste een fixer spray die er extra voor gaat zorgen dat je make-up heel goed en lang blijft zitten. De beste daarvoor is gewoon de Urban Decay All Nighter Setting Spray. En ik heb de matte versie, dus dan blijft alles ook goed mat. Ook qua fixing spray, ga niet een glowy, glanzende fixing spray opdoen, want ja, dan sla je ook weer een beetje de plank mis. Gebruik een matte fixing spray of gewoon een normale die gewoon je make-up lang goed laat zitten. Oh, ik vind het nou zo raar om geen gloss op te doen. Ik ben echt een glossmeisje. Ik hou altijd van lipgloss. Maar goed, mat is ook wel leuk en mooi voor de veranderingen. Oké, de make-up is helemaal klaar, maar ik ben zeker nog niet klaar. Want ik ga ook nog iets doen met dit masker. En dat is poeder aanbrengen op de randen van dit masker. Dus hier zo helemaal wel op de witte rand. Niet op, ja, op het zwarte ook, maar niet alleen op de zwarte rand, maar ook een beetje op het witte. Breng hier allemaal een beetje weer van die losse poeder aan die je ook hebt aangebracht op je gezicht. Want dat gaat er ook weer voor zorgen dat dit masker wat zachter over je gezicht gaat glijden. Poeder maakt het dan een beetje zo, dat het een beetje zo gaat glijden. Laai je over je gezicht in plaats van helemaal zo trekken aan je huid. En dat gaat er ook weer voor zorgen dat je make-up beter blijft zitten. En die poeder ga ik dan een beetje aanbrengen zo op de randen. En dan echt over alle randen van het hele masker. Ik ga over het hele masker. Kijk, nou zit daar zo overal poeder. En dan moet je ook weer op het masker de poeder eraf gaan halen. Dus laat het er niet gewoon op zitten. Dus ik haal het er helemaal af. Precies zoals ik ook gewoon heb gedaan op mijn gezicht. En dan ben je helemaal klaar om het masker te dragen. Tadaa! Mijn masker heb ik by the way gekocht bij Douglas. Daar had je er 2 in 1 pak voor 8 euro. En dan heb ik nog een tip voor alle meiden die oorbellen dragen. Als jij oorbellen draagt die zo achter open zijn, zoals deze oorbellen, zie je dat? Dan kun je jouw masker daar ook zo in doen als je hem afdoet. Kijk. En dan deze zo erin. Nou zit hij zo in mijn oorbel. En dan als je hem even wilt afdoen,
dan blijft het gewoon zo hangen aan je oorbel. Kijk, en dat is ook super handig. Dan hoef je hem niet heel de tijd vast te houden. Dus je kunt hem gewoon zo opdoen en dan zo laten hangen aan je oorbellen. Super, super handig, deze tip. Nou jongens, ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan deze video. Dit waren al mijn tips omtrent make-up dragen met een masker op. Is sowieso niet fijn. Zoals ik al zei in het begin, doe gewoon niks op als het kan. Maar als je toch make-up op wil doen, doe dan al deze tips. Tips. Oorbeltip is ook echt super handig. Die poedertip is heel erg belangrijk. Dat gaat echt helpen. Vooral op je neus. Want op je neus gaat het er altijd helemaal van af. En matte lippen en dat soort dingen. En let dus ook op met je onderste wimperrand. Ga daar niet allemaal te veel mascara en poespas aanbrengen. Ik hoop echt dat jullie hier iets aan hebben gehad. Heb jij nog goede tips? Laat het dan ons weten beneden in de reacties. Want ja, hoe meer tips, hoe beter. Dan kunnen we gewoon staan allemaal full glam naar buiten met een masker op. En ja, zoals altijd hoop ik ook weer dat jullie hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn hoofd hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!